Yoga vertaald betekent connectie maken tussen lichaam en geest. En precies dat is hetgeen ik zelf merk wanneer ik yoga beoefen op de yogamat. En het mooie is dat je dat ook ervaart zodra je van een mat afstapt. Je kunt meteen merken dat je energieniveau beïnvloed is op een manier dat je dat ook kunt inzetten dan wanneer je de energie nodig hebt. En tegelijkertijd is er een rust die voelbaar is. En daar heb je ten alle tijde profijt van. Wij zijn als gezin woonachtig geweest bijna een decennium lang in Azië. En daar heb ik echt nader kennis kunnen maken met yoga. Heb daar de opleiding gedaan, heb vervolgens jaren les gegeven. En blij dat ik vandaag de dag dit ook in Nederland mag overdragen. Wat mooi is bij de yogalessen die Monique geeft, is dat je aan de ene kant heel erg goed ervaart waar ligt de grens, waar ligt de balans bij je lichaam. Maar ze verklaart het ook waardoor ik het met mijn hoofd kan begrijpen. En dat is voor mij een hele belangrijke connectie. Ja, voor mij is de yogales van Monique heel erg belangrijk. Het is een vast eikpunt in mijn week die ik eigenlijk voor niks opgeef. En waarom is het zo belangrijk? Omdat ik met alles wat er gebeurt door de week, dit het moment is waarop ik even tot mezelf kom. En het maakt niet uit wat voor les we hebben, ik kom er altijd krachtiger, soepeler en energieker vandaan. Voor iedereen kan yoga iets betekenen. De aanleiding waarom mensen overwegen om op een yogamat te stappen kan heel uiteenlopend zijn. Maar dat het je iets brengt, daarvan ben ik overtuigd. Wat willen we allemaal? Gezondheid. Het is echt een investering in jezelf.